We staan hier te wachten op Els, David en Peter, die terugkomen uit Ecuador van de Trias Trail. Daar hebben ze een superprestatie geleverd door de Cayambe-vulkaan te beklimmen. In heel gure weersomstandigheden en dat hebben ze allemaal voor Trias gedaan. Ze hebben voor hun vertrek geld ingezameld. De bedoeling was dat ze elk 4000 euro zouden inzamelen, maar ze hebben samen meer dan 15.000 euro ingezameld. En dat geld zijn ze ook zelf gaan afgeven aan de quinoa-telers van Coprobish, een coöperatie waar Trias mee samenwerkt. Dus ze hebben echt wel hun best gedaan en daar willen we hen heel hartelijk voor bedanken. We hebben vanuit Trias nog een bedanktje. Ja, er zit iets met quinoa bij. Voor wat jullie allemaal voor Trias gedaan hebben. Alsjeblieft. Eerst en vooral wil ik Trias bedanken voor de kans die we kregen om natuurlijk naar Ecuador te gaan. Dus dat was een fantastische ervaring om te kijken wat er effectief met dat geld gaat gebeuren. Maar het is vooral hun ondernemerschap ondersteunen en daardoor geld gaan sponsoren aan die mensen. En dat is een knap doel op zich. We zijn zeer verrast ook dat er zo'n ontvangst is op de avond. En zeer leuk, bedankt voor het cadeautje. Dat is zeker geapprecieerd en dat gaat zeker smaken.